De komende 24 uur ga ik precies eten wat YouTube Nederland gaat eten. En zoals jullie weten hou ik super veel van eten. En de eerste persoon waar wij het eten van gaan nadoen is Bram Krikke. Natuurlijk moeten we als eerste een ontbijtje weten te scoren. Dus ik heb Bram een DM gestuurd met de vraag: hey, wat heb je gegeten als ontbijt? We zijn aangekomen bij de Albert Heijn en Bram heeft vanochtend een broodje pindakaas gegeten. Best lekker, daar heb ik ook best wel veel zin in. Dus we gaan even wat brood halen en pindakaas, want dan kunnen we een broodje pindakaas eten. En nu we bij de winkel zijn aangekomen, is het tijd om ons welverdiende broodje pindakaas te zoeken. Broodjes en pindakaas. We hebben in ieder geval het broodje pindakaas binnen en dan gaan we lekker even smikkelen van ons ontbijtje. Maar voordat we verder gaan met deze video heb ik nog een leuke challenge voor jullie. Like deze video met je kleine teen en spel je lievelingseten letter voor letter in de comments. En als dat is gelukt, dan krijg je van mij een hartje. Oh ja. En maar liefst 69% is nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Dus abonneer eventjes, want we hebben bijna de 200.000 abonnees. Jongens, het kan niet. Abonneer even. Natuurlijk moeten we ook wat drinken bij ons ontbijt. Dus ik heb Stefan de Vries gevraagd wat hij dus eet. Hij heeft dus een smoothie gegeten met, let op, aardbei, bosbessen, mango, banaan en kwark. Dus we gaan een smoothie halen met precies deze ingrediënten, anders stelt het niet. Kan je hier zelf een smoothie samenstellen? Ja, zeker. Mag ik dan een smoothie met aardbei, bosbessen, mango, banaan en kwark? Geen kwark, we hebben wel frozen yoghurt of normale, ik weet niet, hebben we nog normale yoghurt? Frozen yoghurt. Is goed, ja? Dat lijkt op het moment. Oh, hij is klaar. Kom lang. We hebben hem, we gaan genieten van ons ontbijtje. Au. Ontbijtjes compleet. Een taste test. Niet lekker, ik ga even niet opgaan. Maar dat jij dat eet zo gezond. Nee, ik denk dat serieus, als ik straks hier neerval, komt dat door de hoeveelheid vitamines. Vitamines en groen wat in mijn lichaam komt. Normaal komt alleen maar kip en viezigheid binnen. En nu komt er ook wat gezonds binnen. Goed, we hebben het ontbijtje binnen. En we hebben dus een broodje pindakaas. Wat Bram Krikke in de ochtend eet. En we hebben hier een lekkere smoothie. Wat Stefan de Vries in de ochtend eet. Hoe ziet het eruit? Oh, hij ziet er wel echt fucking lekker uit. Oh ja, hij is echt heel lekker. We gaan lekker smikkelen van ons ontbijtje. En terwijl wij heerlijk aan het genieten zijn van ons broodje pindakaas, misten wij nog één ding. Ik was dus net even over Instagram aan het scrollen en dan zag ik dat Gio een kopje koffie aan het drinken was. Dus we hebben hier een heel mooi koffiezetapparaat. We gaan een cappuccino maken. Hetzelfde als wat Gio heeft gedronken vanmorgen. Echt wel gieten. Beetje ranch maken. Oh mijn god. En nu wiebelen. Nu ga je wiebelen. Salut. Niet lekker, nee. En hier was ik heerlijk aan het genieten van mijn bakje koffie. Nou weet ik dus wel dat koffie niet echt voor mij is. Het was niet te drinken. We moeten natuurlijk het ontbijtje er eventjes afsporten. Dus we gaan even een rondje karten met z'n drieën. En dan gaan we even kijken wie het snelst kan racen. En dan gaan we daarna weer lekker onszelf vol eten. Eerste, derde, tweede! Na al het kart heb ik best wel zin in eten gekregen. En ik zag dus op de story van Shi dat hij maar liefst 10 loempia's voor Samantha heeft gehaald. Nou, 10 loempia's voor mevrouw en de bouwvakkers. Zeggen, niet alleen voor mij. Dus, staan bij de loempia-kraam, gaan 10 loempia's halen. Hij had er eigenlijk 70 extra ook voor zijn personeel. Maar ik vind dat zonde om dan te kopen en dan weg te gooien. Dus, we halen gewoon 10 loempia's voor onszelf. Mag ik 10 loempia's en 2 bakjes saus? Die moet starten met dan. Ga je weg dan? Dankjewel. Yes, loempia's gaan smikkelen. Oh jongens, kijk eens. Smikkelen! Hoi! Dit is onze VIP-bus die we van Autohoppen mee hebben gekregen. Want we gaan zo meteen culinair eten. Nou ja, culinair. We gaan sushi eten. Want ik heb Bram gevraagd wat hij heeft gegeten als avondeten. En dat was sushi. Dus dat betekent dat wij ook sushi moeten eten als avondeten. Laten we in stijl sushi gaan halen. Check deze bus. Dit is dus een 7-persoons VIP-bus waarbij je achterin veel ruimte hebt. En voorin ook helemaal elektrisch. En die is nu te huur bij Autohoppen. Dus wil je deze nog huren, dan kan dat. Wij gaan hier lekker sushi in eten, denk ik. En dat gaan we nu halen. Hoe zit die? Ja. Hij zit er gunstig. Dit is toch top? Zal ik even een tafeltje voor jou maken? Ja, maak een tafeltje maar eens even. Tada.
Eén plekje van jou, één plekje van mij. Dan gaan we zo eten, ja. Sushi! Bram, serieus, goede keuze dat je sushi hebt gegeten. Ik lust dus sinds kort ook redelijk sushi. Dus ik heb zin in sushi. Hebben we zin in sushi? Nee. Ja of nee? Sushi! Ja, jij snapt dit, ik snap dit niet. Nou, je moet gewoon altijd alles bestellen wat je wil. En gewoon lekker opeten. Nee, want salm is het. Inderdaad. We hebben zojuist sushi besteld. €84. €84. En ik heb maar misschien maar €10 daarvan. Sushi is officieel, vind ik sushi vanaf nu niet meer lekker. Stop, dankjewel. Dank je. Hetzelfde. Hetzelfde. Kom er lekker bij. Besef dat je hier €84 voor betaalt. Bram heeft denk ik veel centjes. Oh, nou, kijk eens even. Kijk dan. Ouwe. Eten en dat ook nog eens in een dik vette bus. Oh, kijk eens even. We gaan smikkelen. Sir, wat doe je do for living? I make food videos on the YouTube. I very like it. You can go there. You cannot film. We staan momenteel bij de McDonald's, want ik zag dus op de story van Bram dat Sean een quarter pounder aan het eten is met patatjes. Als degene met mijn broodje niet binnen 2 seconden die aan mij geeft, ga ik hem morgen zien. Tenminste, ik zag iets door de lucht vliegen waar patat in heeft gezeten. En ook nog een lekker sausje. En volgens mij was Sean alleen aan het eten. Dus, wap, 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 wap. Kijk waar we zijn. We staan bij de McDonald's. En we gaan precies halen wat Sean aan het eten is. Ik hoop alleen dat die Fitbus hier door die McDrive heen kan. Ja, natuurlijk. Best wel hoog. Nou ja, dat past wel. Dat past net. Ik zie de passende meter, dat past wel. Ik zie dus een quarter pounder en ik zag dus een bakje friet door de lucht heen vliegen. Dus dat gaan we bestellen. Hallo, mag ik een milkshake kiwi? Ja, helaas. Ik heb alleen aardbeien, nieuwe banaan en kers. Oh, oké. Okay. Mag ik dan een quarter pounder en een middel patat met saus? 48, kan je dan naar het restaurant? Top, bedankt. Ja, het was volgens mij geen quarter pounder, maar een Big Mac. Nou, we zien het. Want ik hoor Sean wel heel vaak over een Big Mac. Dus we moeten het wel juist doen. Volgens mij heb ik het wel goed gedaan. Nee, jij bent alleen, ze hadden alleen geen milkshake. Nee. Top, bedankt. Hai, kijk eens. Top, bedankt. Yes! We hebben de food. Kijk eens even. Patatje. Deze is voor mij. En een Big Mac. Die mag jij. Oh, nou die is binnen 2 seconden op. Zou ik de biel doen of gewoon normaal? Gewoon normaal. Ja. Is het dan stalken of niet? Want we kijken wel letterlijk wat iemand aan het doen is en dat doen we na. Ja, het is eigenlijk een soort van food stalking. Ja, maar ik heb ook een paar keer gevraagd aan iemand wat hij vergeet. Dus dan, ja. dan mag het eigenlijk wel. Smikkelen! En zo sluiten we deze dag heerlijk af en kan ik eigenlijk geen eten meer zien. Bedankt voor het kijken.